Volleyballer Jasper Dieffenbach is uitgeroepen tot Dordtse sportman van 2017. Zwemster Kim Busch is uitgeroepen tot Dordtse sportvrouw. De sportprijzen zijn woensdagavond uitgereikt in het stadhuis. Er zijn meer prijzen uitgedeeld. De sportploeg van het jaarprijs ging naar golfclub de Merwelanden. Het sporttalent van 2017 is de 16-jarige Lente Verloop. Ze doet aan ritmische gymnastiek. Ik had het zelf niet echt verwacht, maar het is toch wel een stukje erkenning te krijgen. Ja, ik ben al meerdere keren Nederlands kampioen geworden in het hoogste niveau. Sportcoach van het jaar is Theo Hutten, hoofdtrainer van de Dordtse reddingsbrigade. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in hoe mensen anderen redden. En ik kom uit het zwemwereldje. Ik ben jarenlang zwemtrainer geweest. En uiteindelijk kom je met zo'n lifesaving in aanraking. En op een bepaald moment dacht ik van, dat is nou echt leuk om daar ook trainer in te zijn. En zo ben ik uiteindelijk overgestapt van het zwemmen naar lifesaving en de reddingsbrigade dus. Ja. De sportprijs Stad Dordrecht, bestemd voor iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor sport in Dordrecht, ging naar de 80-jarige Joop Hartman, die als scheidsrechter floot bij 3000 wedstrijden. Ik vind het fantastisch. Ik vind het eigenlijk een erebetoon aan de hele scheidsrechterswereld. Die ik uiteindelijk vertegenwoordig natuurlijk na 52 jaar scheidsrechteren. Van laag naar hoog en weer terug en naar de jeugd. Ik vind het bijzonder dat ze ook eens een scheidsrechter in zonnetje gezet hebben. Om uit te dragen dat ook het scheidsrechter heel leuk kan zijn. Sportverenigingen, ouders en journalisten konden sporters uit Dordrecht voordragen. 3 genomineerden per categorie bleven over en uit die groepen koos een jury vervolgens de winnaars.